Oostkust pakt uit met een nieuw systeem om de gevreesde ziekenhuisbacterie MRSA op te sporen. Op 2 uur tijd kan het ziekenhuis voortaan achterhalen of iemand positief test of niet. Met het oude systeem duurde dat 3 dagen. Vooral oude mensen met een verminderde weerstand zijn risicopatiënten en komen voor de snelle test in aanmerking. Als het virus vlug wordt opgespoord, kan het ziekenhuis ook snel ingrijpen en de patiënt isoleren. Een patiënt die de ziekenhuisbacterie MRSA oploopt, kan daar serieus ziek van zijn. Dat kan zijn opname met 4 dagen verlengen. Ziekenhuizen doen er alles aan om de bacterie in te dijken. Artsen en verpleegkundigen moeten na elke behandeling hun handen ontsmetten. 1 op 5 patiënten zijn drager van MRSA. Oude mensen met weinig weerstand lopen het grootste risico. Zij worden daarom bij opname op MRSA getest, maar het is bijna 3 dagen wachten op het resultaat. Het AZ Gezondheidszorg Oostkust heeft nu een nieuw systeem aangekocht om heel snel te testen. Dat betekent dat je in 2 uur tijd, dezelfde morgen nog, heb je dus eigenlijk een patiënt als positief bestempeld. Je kunt hem direct gaan isoleren, wat zeer belangrijk is. Je gaat die transmissie gaan verminderen. Je gaat hem ook direct decontamineren. Dus dat betekent dat je hem eigenlijk veel vlugger paraat gaat stellen om zijn eigen of zijn echte therapie te doen onderhand. Zoals een operatie bijvoorbeeld. Maar het nieuwe systeem is vrij duur. Daarom heeft nog niet elk ziekenhuis er een. In onze provincie werken het Jan Ieperman ziekenhuis in Ieper, het AZ Sint-Jan in Brugge en voortaan dus ook het ziekenhuis in Knokke-Heist met het nieuwe detectiesysteem. Maar ook de goedkopere dragenmethode blijft nog in gebruik. Want het ziekenhuis werkt nauw samen met rust- en verzorgingstehuizen in de buurt. We screenen regelmatig binnen de rusttoren, zodat we op het vlak van de rusttoren al kunnen negativeren, zodat de kans als die bewoner patiënt wordt, dat zijn dragerschap bijna nul staat. De handhygiëne zowel in ziekenhuizen als rusthuizen blijft ook heel belangrijk om de verspreiding van MRSA tegen te gaan. In Kokseide is het...